Welkom, ik ben Nita de Winter. En ik ben Helena van Kuijlen. En we komen uit Olst. De eetzaal, zeg maar. Er wordt dus gegeten hier en ook huiswerk gemaakt. Af en toe is het net een restaurant als je hier zo zit. Er komt dus eten, wordt netjes naar de tafel gehaald. Ja. En als je zeven wil, spreekt daar lekker bij hoeveel. En de kinderen die merken ook dat ze het ondanks dat ze elke dag twee keer hetzelfde te eten krijgen, dat ze nog steeds van genieten. Dus, Het liefst eten ze rijst. En dat is wat ze krijgen, dus. Oké. Okay. Er is nog een, ondanks dat er vaak geen elektriciteit is, hebben we nog een mooie koelkast. Maar die is goed in gebruik genomen sinds dat Nita en Nicky zijn. Het is wel geteld. Een zakje even mee. Kaas. De kinderen zijn hier omdat hun, zij zijn oorlogs getroffen kinderen. Geen een van de kinderen heeft meer een vader. Ze hebben nog wel allemaal een moeder. Daar is hun moeder te arm om voor het kind te zorgen. En daar zijn ze dan. De kinderen. Hallo. Break the rules of this record company, cool hallucination. I see with my eyes, but my heart's telling me lies. Why do I... Serieuze kinderen hebben jullie? Ja, we zijn op dit moment wel even serieus. Ja. Als de moeder in de buurt is, dan zijn ze allemaal van, oh, netjes zitten, netjes stil blijven. Maar is even uit het zicht, dan barst de helm vaak los en dan het vet schreeuwen en dan zo zijn ze van echt een kind. Op dit moment zijn er 14 jongens en 10 meiden. Slapen allemaal gezellig op stapelbedden. Het apart is in de winter, dan is het erg koud hier. Er is geen centrale verwarming of iets dergelijks in Nepal. Dus dan worden de bedden allemaal aan elkaar geschoven en alleen de onderverdieping wordt gebruikt. Lekker knutselballen tegen elkaar. Zo komen ze lekker warm de nacht weer door. Kledingvak, iedereen heeft zijn eigen vak. Met een paar kledingstukken voor de hele week. En de kinderen, ze zijn net lekker gewassen en dan hebben ze lekker schoon haar en dan smeren ze weer vieze olie in hun haar. Dat schijnt goed te werken voor hun haar. Nou ja, ik zou maar zeggen, omdat je het waard bent. Toch? En hoe lang zijn jullie hier nu? Bijna 3 maanden. Oké. Okay. En morgen wordt onze laatste dag, dus de tijd is voorbij gevlogen. Is het echt zo? Ja. Wat hebben jullie zo gedaan? We hebben vooral eigenlijk veel geholpen met de dagelijkse dingen. Huiswerk maken, opstaan, naar school brengen. Eigenlijk alles. Nou, dit is hem dan. Welkom in onze kamer. Ons eigen paleisje. Best wel een stoffig land. Heb je nog een beetje leuk sanitair hier? Ja, ja. Kan hem ook nog laten zien. Fres gepoetst. De was ligt hier. Oh, maar wel hurken. Wel hurken, maar heel koud water. En stofzuigers kennen ze hier niet. Dus stofzuigen doe je eigenlijk gewoon zo met de roep. Nou, wie stout is, krijgt hier dus nog steeds de roep. En schoon wordt het er niet van, alleen voor het zicht. Maar het is Nepal. We hebben trouwens extra lange bedden gekregen, omdat wij toeristen zijn. Wel 1,80 meter. Vet! En hoe lang zijn jullie? 1,76 meter, maar als ik wakker word ben ik altijd wat langer. Ach, dus, kijk aan. Oké, dus leuk geprobeerd. Dat is heel leuk geprobeerd, maar verder zijn prima. Ze zijn wel weer extra breed, dus ik ga gewoon diagonaal liggen en probleem het wel.
Nou, wat doen we nu toch echt tijd voor jullie om in te gaan? Ja, ga maar weer weg. Terug naar Nederland. Bedankt voor jullie bezoek. Ja. Het was leuk om jullie ons huis, ons nieuwe plekje in Nepal te laten zien. Maar nu is het ook toch. Oké, doei! Not trying to say if it's right or wrong. This is just a love song. It's funny how life can go. Bent u een non-profit organisatie? En heeft u een beperkt ICT-budget? Bespaar tot wel 96% op IT-producten. TechSoup helpt uw organisatie efficiënter te functioneren. Kijk op techsoup.nl.